onder de klanken van de Ajax-mars komen beide teams het veld op. Ajax, de trotse koploper tegen de nummer 7 uit Alkmaar. Met voorop Stephanie van der Gracht, de captain. En daarachter Regina van Eyck, de doelvrouw. Die afgelopen week haar eerste contract tekende. Ajax klaar voor deze wedstrijd. Na een mooie overwinning op PSV. In de afgelopen week 2-1 overwinning op de hertgang. Door doelpunten van Sherida Spitsen en Romee Leugter. Een fantastische aanname en prachtig afgemaakt. Sherida Spitsen. Met een mooie steekbal. Meteen gevaar en dan de eerste kans. En die gaat maar net naast. Dat allemaal na 27 seconden. Een uitbraak van Ajax. Pelova. 4 tegen 3 situatie. 4 tegen 4. Pelova steekbal op Leugter. Leugter met een loopactie. Het schot en het gaat maar net over. Snelle aanval door het midden. En Pelova. Pelova met het gevaar. En de bal van de lijn gehaald. Leek op weg naar het net. Deze poging van Pelova, maar van de lijn gehaald. Daar de goede bal op Ashley Bakker. Ashley Bakker gaat de 16 in. Bakker nog steeds. Bakker, de voorzet, de kans. En het blok. Pelova weer met de mogelijkheid. Maar ook zij stuit op de blauwe muur. Vrij trap, Sherida Spitsen. Inlopende mensen. En daar de kans. En de bal gaat maar net naast. Ashley Bakker net te laat. Van der Most gaat de 16 in. Lisa van der Most, de voorzet. En het voetje. Het been van Liefdink. Maar het werkt. En dan deze bal. En dan de kans voor Leugter. Nee, de eerste grote kans naar rust. Het is Chesty Grant. Weer de linkerhand omhoog. Indraaiende bal bij de eerste paal. En het doelpunt. Prachtig gedaan. Doorgekopt. Uitstekend. Romee Leugter opent de score. Breekt de wedstrijd open. Prachtige variant. Ajax leidt met 1-0. Ashley Bakker heeft de ruimte. Bal op Leugter. Leugter. Oh, wat doet ze dat mooi. Romee Leugter. Geweldig. Het balletje van Ashley Bakker, dat leek heel moeilijk. Leugter nam de bal aan. Het leer bleef in de lucht. En dan met een artistieke beweging, een atletische beweging, plaatste de bal in het net. Prachtig doelpunt. En weer wordt er gewisseld. Sherida Spitsen met applaus naar de kant. En de kant van Ajax. Het veld wordt verlaten door nummer 8, Sherida Spitsen. In haar plaats speelde nummer 6, Marten Munsterman. En Marten Munsterman in het veld maakt haar rentree naar een hele lange blessureperiode. Mooi moment voor haar, voor Marten Munsterman. Nummer 9, Nikita Tromp. En voor Ashley Bakker in het veld, Nikita Tromp. Altelaar. En dan hoort u het eindsignaal. En winnen de Ajax-vrouwen met 2-0. Na een matige eerste helft. Het vuurwerk was naar rust. In de persoon van Romee Leugter. Weer was zij belangrijk. Twee doelpunten. De ene nog mooier dan de ander. En door deze overwinning blijft Ajax de trotse koploper in de eredivisie van de vrouwen. De volgende thuiswedstrijd is op zondag 27 maart.